Ik ben Reinhard Bussemaker. En we zijn hier nu bij de shoot van Stoner voor de voorpubliciteit, voor het affiche. Ja, Stoner is een man die natuurlijk van het platteland komt. En eigenlijk helemaal heel eenzaam met zijn ouders is opgegroeid. En dan gaat hij naar de universiteit en dan ontdekt hij de literatuur. Dat is een hele nieuwe wereld die voor hem opengaat. Het mooie aan de figuur is natuurlijk dat hij een hele wereld ontdekt, maar ook veel moeilijkheden op zijn weg krijgt. In zijn werk, in zijn relatie met zijn vrouw. En dat je de hele tijd denkt, man, pik het niet, doe er wat aan. En hij doet het niet, hij accepteert zijn leven zoals het zich voltrekt. Ja, het is een gewoon leven, heb ik het goed gedaan? En hij vindt van zichzelf dat hij het uiteindelijk, en dat vind ik er mooi aan, toch heel erg voor het leven gegaan is zoals hij dat geleefd heeft. Dat maakt hem heel bijzonder, vind ik, terwijl hij heel gewoon is. Ik kijk het meeste uit naar het spelen. Ik vind het repeteren ook leuk, maar ik vind het altijd het lekkerst als je helemaal, zeg maar, alles in handen hebt en alles beheerst en de voorstelling kan spelen. Dan geniet ik het meest van het vak zijn.